Een hele goede avond. Welkom in deze nieuwe editie van ATV Sports. Waar kijken we naar in ons binnenlands gedeelte? Regian Eersel die komt weer in actie. We weten dat de champ is en hij gaat zijn titel dus verdedigen. We hebben ook een interview met Mettendaf. Die heeft in Thailand gevochten en hij gaat zo'n beetje zijn ervaringen met ons delen. In ons buitenlands blok kijken we naar voetbal. En natuurlijk hebben we ook nog wat NBA nieuws. En welkom terug bij ATV Sports. In het binnenlands blok beginnen wij met onze Muay Thai kampioen. En dat is niemand anders dan Regian The Immortal Eersel. Hij komt 17 maart uit in een gevecht. Het wordt een rematch. En daar mag hij zijn titel verdedigen. Dion Brunings had een interview met hem. En daar geeft hij onder andere aan hoe dit gevecht tot stand is gekomen. Wel, One Championship kwam er eigenlijk mee. Van hé, weer nog een keer tegen Sinsa moet. En ja, ik ben de type, ik zeg nooit nee tegen het gevecht. Alleen, het is een het is een twijfelgeval, vind ik. Want ik heb natuurlijk al tegen hem gevochten. Duidelijk gewonnen. Er is op dit moment niet echt iemand die Muay Thai met mij wil vechten in mijn gewichtklasse die een winningstreak heeft, zeg maar. Dus die het verdient om voor een belt te gaan vechten. En hij is eigenlijk nu de enige die los van die partij tegen mij een winningstreak heeft. Dus vandaar. Hoe is het om te vechten in Thailand tegen deze man? Ja, hoe het is, dat zal ik morgen meemaken. Ik ben hier al nu bijna 2 weken. Dus ik heb wel wat geproefd van het land en van de mensen en de sfeer en zo. Ik ben ook al in het stadion geweest toen er een gala was vorige week. Ook van Won trouwens. Dus ik heb gezien hoe de sfeer was. En dus ik zal het morgen meemaken. Hoe leeft Muay Thai in Thailand? Het klinkt al als een hele rare, domme vraag, maar toch vanuit jouw perspectief, je bent nu daar. Hoe leeft deze sport in Thailand? Het leeft heel erg hoor. Het is eigenlijk, kan je wel zeggen, de nummer 1 sport hier in het land. Overal waar je gaat, in winkelcentrum zie je winkeltjes met bokshandschoentjes en thaiboksbroekjes en pads en zo. En de bevolking, tenminste de meeste mensen weten wel. Ja, het is gewoon niet normaal, zeg maar. Ze weten sowieso als ze ons zien soms dat we Thai-boxers zijn. Dat is wel grappig. En hoe gaan ze met jou om wanneer ze je zien? Nou, ze zijn op zich wel verlegen. Ik bedoel, ik ben redelijk lang hier tussen de mensen. En ik ben ook niet echt in huiskleur. Maar ze herkennen me wel. De meeste mensen dan. En de meesten kunnen geen Engels, maar dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, Lupini, je vecht in Lupini stadion. Of dan roepen ze de naam van mijn tegenstander. Hey, you fight Sinsa Moon. Dan zeg je yes, yes. Dus dat is wel grappig. Wat betekent het dat morgen de Surinaamse vlag in dit stadion gaat wapperen? Ja, het betekent heel veel. Het heeft niet vaak gewapperd in dit stadion. Als ik het goed heb, is dit de 4e keer dat er een Surinamer vecht in Lupini. En dat is best bijzonder, vind ik. Je gaat toch wel een spelletje van die Thais, die van die Thai-boxers doen natuurlijk. Ik bedoel, de sport komt hier uit dit land. En het is bijzonder dat je als buitenlander, zeg maar, hier in hun stadion gaat vechten tegen een Thai. Helemaal een Surinamer. En ik hoop dat als mensen die vlag zien, dat ze het gaan googlen. En dat ze ook, natuurlijk gaan ze de naam ook zien, Suriname. En wat meer bekendheid van Suriname ook, natuurlijk. En ik weet dat we deze vraag vaker hebben gesteld, maar de kracht van herhaling. Waarom doe je dit voor Suriname? Wel, is mi condre. Nee, ik ontvang een heleboel liefde vanuit Suriname.
Ja, dat heb ik. Hoeveel jaar geleden? 3, 4 jaar geleden heb ik besloten om niet meer van Nederland uit te komen. Puur ook omdat ik gewoon geen waardering krijg vanuit Nederland dan. Ik bedoel, los van mijn eigen cirkel. Ja, ik ben geboren in Suriname. Ik ben geboren in Suriname. Ik voel me ook Surinaams. Mijn ouders komen ook uit Suriname. Mijn familie komt uit Suriname. Dus ja, dan was de stap makkelijk gemaakt. Ja. Wat verwacht je van het gevecht van morgen? Ik verwacht een harde partij. Ik bedoel, ja, hij verloor van mij, dus hij gaat alles uit de kas halen. Dus ik verwacht een hele harde partij. Maar ik ben goed voorbereid, dus ik denk dat het wel goed gaat komen. We kijken er ontzettend naar uit. Ik wil je alvast bijna feliciteren, maar natuurlijk niets is nog binnen. Dus vanuit mijn zijde en vanuit Suriname heel veel succes, Mibrada. Dankjewel voor je tijd. Yes. Zo 1 dag voor het gevecht. Okay. Dat is fantastisch dat je dit voor Suriname wil doen als wereldkampioen. En we zijn ontzettend trots op je. We kunnen niet op het gevecht wachten. Wil je nog mensen bedanken of something like that? Ja, sowieso iedereen die me ondersteunt. Ik zie jullie berichtjes. Dank jullie wel. Doet me heel goed. Sowieso shout-out naar Improser. En ja man. Kom jullie kijken. Is gratis op YouTube. Morgen. De Surinaamse tijd weet ik even niet. Maar dat moeten jullie even googlen. Ja? Maar het is gratis op YouTube. Yes. Fantastisch, Mibrada. Wij gaan het natuurlijk ook uitzenden op tv. De prelims beginnen om 10:30 Surinaamse tijd. Dat is half 11. En daarna vecht Regian over zeg 3 uurtjes daarna. Dus we zullen er naar uitkijken. En nogmaals, heel veel succes en dankjewel voor je tijd. Yes, thank you. Ja, Regian Eersel geeft dus aan hoe zijn voorbereiding was. En iemand die ook heeft gevochten in Thailand is niemand minder dan Ifanildo Mettendaf. En Mettendaf die deelde in principe zijn ervaring met ons, met Dion Brunings. Nou, mijn periode in Thailand, hoe ik het heb ervaren, was sowieso lonely, weet je. Als enige Surinamer daar, weet je. Dan train je met jongens die van andere landen komen en die gewillig zijn. Alles aan de kant hebben gezet en gewoon voor hun droom gaan. En ze wonen ook daar. Dus het was een next level ervaring voor mij. Waarbij ik ook mezelf, het mij ook heeft gepusht om beter te gaan worden. Waarom heb je ervoor gekozen om naar Thailand te gaan om te thaiboksen? Ja, ik weet, het klinkt al een beetje een rare vraag. Maar waarom heb je ervoor gekozen om naar Thailand te gaan om je stand-up game te verbeteren? Waarom ik heb gekozen ervoor om naar Thailand te gaan. Niet mijn stand-up game te verbeteren, maar het was gewoon meer voor MMA gebeuren. Want ik scrolde gewoon op Instagram en dan zag ik van hey, deze UFC-vechters, ze gaan naar Thailand. Heel veel van die jongens gaan naar Thailand, terwijl ze eigenlijk ook in Amerika vechten. Dus waarom gaan ze naar daar? Dus toen ben ik gaan onderzoeken en ik weet, iedereen weet eigenlijk al dat Thailand moederland is van vechten. Dus dat dacht ik van, hé, laat me ook gaan proberen kijken wat het daar is, hoe het daar is. En route naar daar is sowieso lang, maar het is iets gemakkelijker om daar te komen dan de Europese landen. Waarom? Waarom is misschien door visa aanvragen. Onze visa wordt vaak geweigerd omdat we atleten zijn. Dus we krijgen niet echt de kans om in de Europese landen te gaan vechten. Maar toen ik bezig was te scrollen op Instagram, zei ik van, hey, Thailand is er. En ze vechten daar bijna elke dag, elk weekend. Dus het is het juiste land om je carrière te gaan boosten, je ervaring op te gaan doen. En hoe leeft het onder de bevolking daar? Kan ik me voorstellen dat bijna iedereen in Thailand een beetje Muay Thai heeft gehad? Hoe leeft het onder het volk? Ja, bijna iedereen. Dat is overal waar ik naartoe ging. Barbershops, salons, massageplekken. Zij zeiden van ja, ik deed ook aan Muay Thai en zo. Maar now I'm doing my own thing, you know, my own business. Dus iedereen daar eigenlijk van klein af bijna deed aan Muay Thai. Ik weet wat Muay Thai is. Ja. Hoe gaan ze met, of gingen ze met jou om toen je van iemand in Thailand hebt gewonnen? Als eerst, wanneer je naar daar gaat, word je opgevangen heel goed. Het lijkt alsof je familie van je bent. Ze lachen met je, ze zijn blij met je, weet je. Vooral
hoe ik donkerkleurig jong als ik naar daar ga. Dus iets dat ze niet altijd ziet. Dus dan zijn ze blij met je, maar met iedereen ook. Maar als je hebt gewonnen van een Thai, vinden ze het misschien een klein beetje minder leuk, maar dat je talent hebt en dat je tjare wakka. Maar de Malobas aan dat. Maakt voor hun eigenlijk niet uit aan wie kant ze zijn, maar gewoon dat je het brengt en dat je jezelf bewijst, de Malobas aan dat. Vertel me over het stadion waar je hier aan gaat vechten. Wat kan je me over dat stadion vertellen? Oh ja, dat stadion, het is heel erg, het is het grootste stadion in Bangkok. Het grootste, hoe heet het weer? Closed stadion, overdekt stadion in Bangkok. En het is de bekende Lumpini New Boxing Stadium. Ja, namelijk ben ik de derde Surinamer die daar heeft gestaan. Heb ik begrepen van Regan de eerste zelf, want hij had me gedm'd en gezegd van, hey, heb je in Lumpini Boxing Stadium gevochten? Zeg ik, ja. Toen zei hij maar van, oh ja, dan ben je de derde, dan word ik de vierde. En toen heeft hij me ook gevraagd van, hoe is het daar, hoe is het stadium en zo. Ik zei van, hey, het is echt hype, de mensen daar zijn echt, echt hype. Vooral voor hun home mensen van Thaise afkomst. Zijn heel erg hype voor hun homevechters, heel erg hype. En het is altijd in de meeste gevallen packed. Dus hij gaat sowieso vechten, daar alleen staan als Surinamer. Maar ja, ik hoop dat we hem steunen van social media kant uit. Wat is de sfeer als je in de ring staat? Hoe kan je je gevoel omschrijven wanneer je daar in de ring staat? Want ik neem aan dat er duizenden mensen zijn die aan het schreeuwen zijn. Dus kan je een beetje dat gevoel omschrijven, die snap je naar Linga? Oké. Op bepaalde momenten, ze spelen geen muziek en dat soort dingen, maar op bepaalde momenten hoor je gewoon hoe het van stil naar luid gaat. Dan zullen we zo, hey, dan gaat het weer stil naar luid. En dat is sowieso hype. Maar dan als je bijvoorbeeld als hun trappen in Thaise, waar je afkomst, ze trappen je. En dan schreeuwt de hele zaal. Maar als jij wat doet, dan schreeuwen ze niet. Dus dat is een beetje beter. Maar ja, Regan Israel is sowieso niet iemand die daarna kijkt. Hij is sowieso al jaren prof. En hij goes against all odds. En ik ben er zeker van dat hij deze weer naar binnen gaat brengen voor Suriname. Wat betekent het dat een Surinamer daar gaat vechten voor de One Championship Muay Thai titel? Wat betekent het volgens jou dat de Surinaamse vlag daar gaat wapperen? Het betekent heel veel voor Suriname reden waarom. Hij vecht niet zomaar niet alleen in Lumpini Boxing Stadium. Hij vecht eigenlijk in de grootste, na UFC, de grootste MMA. Organisatie, kickbox organisatie en Muay Thai organisatie, en dat is de One Championship. Dus het betekent veel, want hij is de eerste die in de Lumpini Boxing Stadium zal staan in One Championship. En hij is ook Muay Thai wereldtitel en hij is ook kickboxing wereldtitel. Dus het betekent veel voor Suriname dat hij twee titels op zijn schouders heeft. Kom op, we moeten deze jongen echt gaan zien, gaan de waardering geven. Ja, maar ik zei hem ook, hij moet meer actief zijn op Facebook dan op Instagram, want de meeste Surinamers zijn op Facebook. Dus daarmee is hij nu bezig. En sowieso zal hij ook daar volgens mij komen naar Suriname met zijn titel. Want ik had hem dat ook aangeraden om heel wat interviews aan te doen, zodat de bevolking hem meer gaat zien. Want het is misschien heel hard voor hem, maar hij heeft wel iets groots behaald. Tot slot, nadat je al daar hebt gevochten, je daar hebt gewonnen, wat voor advies heb je voor Regia nu je deze ervaring achter de rug hebt? Wat voor advies heb je voor hem? Ik heb geen advies. Hij kan het. Hij gaat sowieso winnen. Hij is zoveel jaren heel veel meer ervaring dan mij, weet je. En hij kan het sowieso. Let hem, hoe zei je? Advies? Regia, je kan het. En je zal het sowieso winnen. Os. Thank you, my brother. Dat was Ivanildo Mettendaf over zijn ervaring in Thailand. Ivanildo is dus de derde persoon, de derde Surinamer eigenlijk, die heeft gevochten in Thailand. En Regian Eerso wordt dus de vierde. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van het binnenlands gedeelte. Be standby. Over enkele ogenblikken zijn wij terug met ons buitenlands blok.